Deelnemers startvrij. De vierde koers, dames en heren, is de GCC Almere Divosa Horsfieldprijs. De baan gaat op weg naar de startvakken. We hebben er 8 aan de start. De favoriet is de nummer 1, Gion of Egypt. Hele mooie vos, die start uit het eerste bod. Die loopt zijn beste koers als hij direct de leiding heeft. En dat zal de rijder ook gaan proberen. Dennis Minna. Deelnemers gaan op weg naar de startvakken. Tweede vak is ietsje aan de late kant. Even naar de starter. En de starter is helemaal tevreden. Start is gevallen en wie heeft de leiding? Het zal geen verrassing zijn. Het is niet Max Verstappen, want Max Verstappen had een beetje pech in de eerste bocht. Maar dat heeft onze favoriet niet. Gideon of Egypt, die gaat als eerste makkelijk de bocht in. Gideon of Egypt leidt op de tweede plaats Fisherman Sprite. De derde plaats daarachter is er voor Ruud Pols die de bocht doorgaat met Enrico Star. Kijk even naar de rest van het veld en ze gaan allemaal in de af de bocht door. Vierde plaats is voor Foutje 6HD. Zo rode baan in de rechterlijn voor de tribune. We hebben nog 3 ronden te gaan. En Gideon of Egypt leidt. Pakt dat als 2-jarige wedstrijd zou kwalificeren in Wolfga. Deed hij een hele mooie tijd van 1:19. En toen dachten we, die gaat heel snel een koers winnen. Het heeft even geduurd, maar het kwartje is inmiddels gevallen. De 20 euro set moeten we zeggen, want het kwartje hebben we niet eens meer. En zo gaan we de rechter bocht door. De leiding is in handen van Gideon of Egypt. Tweede plaats erachter Fisherman Sprite. De eerste paard dat nu naar de buitenkant gegaan is, is de deelnemer van Ruud Pols. Die gaat proberen op te schuiven met Enrico Star. Maar hij weet dat hij die leiding nooit zal krijgen, want die geeft Gideon of Egypt niet af. Daarachter ligt Foutje 6AB Galopade van Fisherman Sprite. Die draaft inmiddels ook weer, daar liep Foutje 6AB bovenop. En zoals de naam al doet vermoeden, resulteerde dat ook in een klein foutje. Zo gaan de paarden de linkerbocht door en komen ze zometeen de rechterlijn voor de tribune weer in. En Dennis Minnema heeft er allemaal niks van meegekregen. Die ligt aan kop met Gideon of Egypt. We hebben nog 2 ronden te gaan. Gideon of Egypt, tweede plaats daarachter. Eens kijken, Ruud Pols nog altijd met Enrico Star. Ruud verdedigt op dit moment 2 sporen. Dan zeggen we, foei Ruud, dat mag niet. Aan de buitenkant komt naar voren, dat is Diamond SL met Niels Jongejans. En achteraan aan de rechterzijde is dan de hopte vlieger met Fisherman Spark. Die steeds denkt, zal ik dat gaatje nou ingaan of niet? En daarom mag dat ook niet met die 2 sporen. We leggen het nog maar een keer uit. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Brian Vader. Die ligt er mooi in met Fleur Europoort. En zo zijn de deelnemers in de rechterlijn overzijde. Daarnaast foutjes. SHB. Dan volgt El Salsa en de laatste plaats is voor de man die de ereprijs beschikbaar heeft gesteld. En die kan van achteraf precies zien wie hem straks gaat winnen. Want normaal gesproken komt hij dit veld niet meer voorbij met Cool Crops. Ze gaan de paard naar de linkerbocht door. Komen ze de rechterlijn voor de tribune en nog altijd dezelfde leider. En voorlopig is het nog even niet spannend met Gideon of Egypt vooraan. En nu komt al het achterveld wat beweging. Daar komt El Salsa, 3 dik naar voren. El Salsa zet de Salsa in. En zo gaan we ook de laatste ronde in. Leiding in handen van Gideon of Egypt. Maar die winnen maar. Die zit zo makkelijk als hij s'avonds thuis zit met het avonddiner. Dan zit hij ongeveer net zo achter zijn bordje als dat hij nou achter zijn paard zit. Met zijn vork in de hand. En zo gaan ze de rechterlijn overzijde in. En hij gaat versnellen. Gideon of Egypt gaat nu wat weglopen bij het veld. Hij maakt het niet eens spannend. Uitgescharenpaard nummer 5. 5 galop. Tweede plaats daarachter is voor Enrico Star. En zo gaat de paard op weg naar de laatste bocht. Maar de redelijk zijn er nog weer Fisherman Sprite nog terug te komen. Daarnaast Diamond SL. En zo gaan ze de laatste bocht in. Daar remt Gideon of Egypt een beetje af. En waar doet hij dat? Dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. En ze komen zo meteen de laatste rechte lijnen. En Gideon of Egypt blijft nog altijd. Uitgescharenpaard 2 galop. Gideon of Egypt. En nu moet Minnema een beetje aan het werk. Hij doet het bijna niet. De zweep naar achteren en dan weet je het wel. Hij komt eraan en hij wint. Gideon of Egypt de winnaar. Tweede plaats, Diamond SL. Super gelopen. Derde plaats, Fisherman Sprite.